Safety is number one priority, remember. Safety glasses and bring this toy back because we're gonna walk with fire. Boys! Yo boys, welcome to a new video on my YouTube channel. Vandaag gaan we iets doen wat altijd zo elk jaar. Vandaag gaan we iets doen wat is elk jaar zo weer een fucking hype is. Gevolgd wordt door mensen die denken van YouTube, brain dead shit. Dus vergeet niet, safety is de number one priority. Denk aan je eigen veiligheid. Smash die like omhoog als je niet wil dat je twee handen verliest voordat je 20 bent. Voordat ik aan deze video begin, moet ik even een tutorial kijken. Yeah, woe, day, wij zeggen, wij! Ja, uit. Dit is een goede tutorial. Ja, ik denk niet dat ik genoeg lijm heb, maar we gonna do this, boys. Als je je hele flesje cum in je bakje hebt gedaan, dan kan je beginnen met stap 2 van how to make explosieven voor kinderen. Het goede nieuws was, er was mijn lijm bij de action. Daarvoor heb je 2 dikke bommen nodig en 1 grote rookbom. How to make C4 voor kinderen. Stap 2, scheerschuim. Ja. Oké, er is een hele goede tutorial, maar ik snap er niks van. Mensen gebruiken dat om hun gezichtshaar te scheren. Het ruikt echt heel erg naar scheerschuim. Ja. Yay. Hoe meer, hoe beter, boys. Maar vergeet niet, safety is the number one priority. Vergeet niet, yo. Remember, safety is number one priority. So put those safety glasses on. Heel aan te doen voor gezichtsbescherming. Als je ziet dat het niet werkt, dan heb je het verneukt, want ik heb niet meer lijm. Je kan er altijd meer bij doen. Of niet, je kan er ook niet meer bij doen, dat moet niet. Ik ben niet de juiste YouTuber die je contacteert om schuim te maken. Oké, stap 43 is kleurstof. Pas op met die shit, drink dat niet op, giet dat niet aan je ogen. Zoals je ziet, het lijkt er helemaal niet op, maar dat is geen probleem. Ik weet niet hoeveel kleurstof je hierbij moet doen, maar er staat altijd dat je er niet te veel in moet doen, dus ik ga er wel te veel in doen. Yes. Oh, het is geel, ik heb er gele kleurstof in. Wow. Gewoon heel dit fucking flesje erin, dus snap je, dan heb je echt kleur. Dan neem je derde ingrediënt en dat is heroïne. Het wordt veel gebruikt, dat doe je er ook bij. Gewoon zoveel dat je kan. En dat blijf je herhalen totdat jouw plaksel van jouw C4-bom een beetje plakt. Dus je spuit goed veel van deze dingen erbij. Wie de fuck verzint er deze dingen? Wie komt er op een dag en is met het idee van hey, laten we fucking schuim maken? Het ruikt ook echt hoe het eruit ziet, snap je? Zo geil als shit. Knutselen met ijzer. Ik denk niet dat je hiervan moet eten. Ik denk als ik hier gewoon een lepel van in mijn mond stek, dat ik dood ga, dat ik aids krijg en allemaal andere dodelijke ziektes. Nee, niet van eten. Het smaakt heel fuck. Yeah, this is good. Safety is the number one priority, dus... How to make slime. Ach, fuck, het is allemaal op mijn trui. Het is niet precies wat ik had verwacht van slijm. Het is meer zo handcrème of zo. Het werkt niet, boys. Mijn handen hangen echt vol met deze shit. Ik ga gewoon heel dit flesje erin doen van deze shit. Het is veel intenser dan dat ik had gedacht dat het ging zijn. Kijk, het is al beter, boys. Het lijkt al iets meer op slijm. Is dit waarvoor je het doet op YouTube? Is dit waarom jullie naar deze video's komen kijken? Omdat dit zo, ja... Nu overal op mijn microfoon hangt en zo. Mensen die willen weten hoe deze shit voelt, het is niet eens zo nice. Ach, kut. Het hangt overal. Hoe krijg je deze shit van je handen? Conclusie. Wacht even met je handen in die shit te steken. Ik vind dit niet eens leuk. Ik vind dit fucked. Mijn nieuwe toetsenbord is er ook mooi aan. Deze shit is nice. En daar gaan we straks een bom in steken. Je moet er gewoon meer bij doen. Snap je? Gewoon meer van deze shit is meer slijm. Yes, boys. More shit. Voor de slijmliefhebbers is hier mijn slijm. En het is uiteindelijk wel... Het is nice. Snap je? Het ziet er oké uit. Ja, chill. Leuk. Woe. Dan heb ik hier één hele dikke een rookbom. Ik weet niet welke dit is, maar we gaan die hier ook insteken. Dan heb ik 2 bommetjes en ik ga die hier ook insteken. Niet in mijn camera, what the fuck. En dan ga ik zo kijken of deze slijm tegen dingen kan waar het niet voor gemaakt is. Snap je, we gaan die bommen daar gewoon insteken en kijken wat er gebeurt. Kijk, en dit mogen jullie nooit vergeten. Safety is number one priority. Zorg voor een bril als je deze shit doet, anders kan je dood. Oké. Let's go! Het is wel super nice weer, snap je? Er is de perfecte weer om een rookbom en dikke bommen af te steken buiten.
weet niet hoe lang het gaat duren voordat de politie naar mij komt. Maar als ze komen, dan ga ik zeggen, kijk boys, safety is the number one priority. En dan gaan ze zien dat ik die bril aan heb voor de veiligheid. Ik weet niet waar het zo speciaal is aan dit ding. Het is echt niet zo nice. Zo, ach fuck. Het lijkt op zo die shit dat je tussen je frieten stopt. Snap je, zo die saus van mayonaise en ketchup. Mijn mama altijd zegt, als je met vuurwerk bezig bent, doe het niet, want dan kan je je handen en je gezicht verliezen. Dus, protect yourself, boys. Yeah, nice. Slijm. Ik dacht dat dit de perfecte plek was om vuurwerk af te steken, maar eigenlijk sta ik hier gewoon naast het grote gebouw en zo. Maar eigenlijk moet ik scheid hebben en dat gewoon doen. We out here, boys. We out here doing a little experiment. Als iemand die daar woont de politie belt, dan ben ik lul. Dus beter houdt iedereen die dit ziet gewoon even zijn bek. Maar ik ben in Blankenbergen, dus dat gaat sowieso niet gebeuren. Dit is volgens mij de slechtste plek die ik kan kiezen, dus ik ga het hier doen. Snap je? Ik heb scheid. Remember guys, safety is the number one priority. Als jullie goed kijken, zie je daar ook nog wat die shit aan mijn lippen hangt. Dan krijg ik daar niet meer af. Woo-wee. Als dit één grote bom is, dan ben ik echt de lul. Hij ziet er wel, ja, hij ziet er wel uit. Dus boys, het wordt leuk, het wordt geweldig. Dit wordt de betere vlog op YouTube. Dit is wat 18-jarigen doen op vrije dagen. Daar heb ik een mooie bak slijm. Daar steek je dan gewoon je piraat in. En dan steek je er mooi in met het lontje naar boven. Steek die goed in de slijm, snap je? Je steekt die daar lekker in. En dan als hij stabiel is, dan mag je hem lighten. En dan, ja, dan geniet je van je rookbom. Hopelijk is het niet te extreem. Verwacht dat het klein blijft. Dit is wel grote bom. Ik zie daar al mensen aan het kijken zijn. Oké. Okay. Fuck, dit is zo'n bom die ze gebruiken als mensen voetbal gaan kijken. It's very, dat ruikt naar schijt. Goeie slijm. Gaat wel redelijk lang mee. Ik ben niet aan het bluffen. Ik zie ook daar allemaal mensen aan het kijken zijn. Hey, gelieve geen politie te bellen. Hopelijk ontploft die nu niet aan mijn hand. Hey, toppie. Dit is hoe je je slijm blauw maakt. Gewoon die heftige shit erin gooien. Nu mag het wel stoppen, snap je? Nu is het wel genoeg. Fuck. Genoeg rook, slijm, oké. Okay. Ja, mensen kijken heel fucked up. Oké, okay, ik ga het gewoon hier doen. Het is zo fucking leeg. Er is zo niemand en Blankenberg is weer dood. Maar ik zie wel daar, helemaal op dat padje staan er mensen en die gaan deze knal sowieso horen. Dus don't call the police, boys! Daar passeren er ook heel de tijd mensen zo hier en dan zie je een hoofdje zo passeren en dan gaan zij zo ineens zo. Het is redelijk slijmerig zoals het zou moeten zijn. Kijk, oeh. Ja, het is niet wat het zou moeten zijn. Het lijkt meer op boter of zo of op snot. Ik weet niet of jullie het zien, maar er is echt snotkleur. Er is echt gewoon puur en puur snotkleur. Daar ga ik nu een leuk bommetje steken en dan gaan wij het gebruiken als C4. Dus we hebben hier onze bom, die gaan we daar gewoon mooi in steken. En dan gaan we alles daar tegen kleven. Snap je dat alles lekker dicht plakt? Zo werkt C4 ook. En dan hebben wij zo één mooie C4. Dat ziet er wel nice uit. Gaan we even planten, boys. Het is echt vreselijk om deze shit van je handen te krijgen. Het lukt bijna niet. Ja, dat is fucked. Helemaal terug naar huis moeten wandelen omdat ik geen aansteker had. Dus ja. Mijn hoed is ook helemaal gefokt door die slijm. Ik weet ook niet hoe het kan, maar het hangt aan de bovenkant van mijn hoed. Dus nu ga ik terug en die bommetjes opblazen. Helemaal terug naar mijn fucking huis moeten gaan omdat ik geen fucking aansteker mee had. Ik bedoel, hoe achterlijk ben ik? Heel die disappointment toen ik net alles ging aansteken. En toen ik een dikke ontploffing ging zien, die was er niet, want ik had geen aansteker. En er zijn nog altijd heel veel mensen in de buurt, dus dit wordt leuk. Gelukkig dat ik het niet daarnet heb gedaan bij dat bejaardentehuis. Anders ging er sowieso iemand een hartaanval gekregen hebben ofzo. Hier is mijn C4. Zoals je ziet, het slijm is niet echt slijm, maar het is wel slijm. Wauw, als deze niet werkt, dan ga ik echt aids krijgen. Oké, ik sta veel te dicht bij dit ding, maar what the fuck. Oh. Hey, slijm is weg. Volgende ga ik gewoon in deze bak doen. Ik ga deze hier gewoon mooi in de grond draaien. Dan ga ik die aansteken en dan ga ik die bak daar gewoon over zetten. Oké, okay, dingetje erover. En nu hopen dat je ontploft. Kom aan. Nu kan ik daar niet naartoe gaan, want als dat ding ontploft in mijn gezicht, dan heb ik geen gezicht meer. Hallo? What the fuck? Kijk, het lontje zit daar nu in, maar als ik hem aansteek, dan gaat hij direct ontploffen. Dus daar heb ik geen zin in. Misschien ben ik mijn hand kwijt. Doe dit echt niet na. Tenzij dat je handen kwijt wil zijn ofzo. Hey, waarom gaat dit ding niet af? Waarom? Ik stak hem net aan. Oh, dit is fucking eng. Als dat ontploft in mijn gezicht, dan ga ik fucking boos zijn. Ga ik niet boos zijn, dan ben ik gewoon mijn gezicht kwijt. Het moet gewoon weer aangaan. Ga aan. Ah, fuck. Oh. Shit. We got some slime right there. En al deze stukjes van dit glaasje zijn ook zo kapot. Leuk. De slijm is
ontploft. Dat had ik niet verwacht. Wow. Hoe ga ik uitlachen aan mijn mama dat ik een kom kwijt ben? Wel, ja, misschien moest ze gewoon naar deze video kijken. Zo luid was het ook weer niet, maar ik bedoel, de kom is wel volledig kapot. En de slijm is ook weg. Het enige wat er nog over is van al deze shit is deze fucking lepel. Fuck deze fucking kut slijm video. Die slijm hangt officieel overal op mijn rugzak, op mijn handen, op mijn trui, overal. Conclusie, slijm maken is fucking gay. Ik zie dat heel veel mensen slijm maken op YouTube en geen beveiligingsbril aandoen. What's up everybody? Safety is number one priority. Van, je weet nog nooit dat je ogen ervan kunnen vliegen. Dus boys, dank wel om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer met een nieuwe video. Ik heb eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Buiten dat mijn kamer ook helemaal naar de kloot is door daar hier allemaal van die dingen staan. Plakt overal, alles is geil. Nice. Tot de volgende video. Doei. Klik op een andere video en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, klik op een andere video en abonneer. Doei.